Hallo, vandaag is er een slotmanifestatie voor Scholen voor Duurzaamheid. En leerlingen gaan hun ideeën presenteren aan het bedrijfsleven. In Your Space. Nogmaals hartelijk welkom allemaal in deze zaal hier in Rotterdam. Er is aan mij gevraagd om de boel in te leiden en daarna ook weer te zeggen dat het allemaal mooi was en dat iedereen weer naar huis mag gaan. Ik ben Olle Mennema, ik kom uit Den Haag. Ik werk daar bij een NME-dienst die zich bezighoudt met natuur en milieu, educatie en onder andere voor scholen. Nou, hallo, leuke presentatie. Hoe ging het? Nou, ik denk dat het wel goed ging. Ja, ik was nogal zenuwachtig, dat merkte je denk ik ook wel. Het was met de berekeningen natuurlijk moeilijk om dat allemaal uit te leggen, dus ik was wel een beetje zenuwachtig. Kunnen jullie wat vertellen over jullie idee? We hebben een duurzame lantaarnpaal ontwikkeld met een zonnepaneel en een dimmer en nou ja... We hebben gewoon heel veel ideeën ineengestopt. Hoe zijn jullie eigenlijk op gekomen? We waren met z'n vieren. Maar Nathalie die was op het idee van lantaarnpalen gekomen. Maar die is er niet bij, ik weet niet waarom. Maar die was eigenlijk op het idee gekomen. Toen hebben wij het meer uitgebreid eigenlijk gaan onderzoeken. Was er nog iets wat jullie heel moeilijk vonden om uit te zoeken? Het was heel moeilijk alle kosten berekenen. Dus daarom heb ik op een gegeven moment ook een bedrijf gebeld. We konden eigenlijk niet achter de prijs van een lantaarnpaal komen. Denken jullie dat het idee haalbaar is? Ja, ik denk het wel. Want als we zo naar alle kosten hebben bekeken, dan kun je het, je kan nog redelijk snel terugverdienen. Dus het zou haalbaar kunnen zijn. Nou, ik vond het een goede presentatie. Dank jullie wel. Ja, ik ben Evelien van Doren. Ik ben adviseur bij Stichting Stimular en wij adviseren over duurzaam ondernemen aan bedrijven. Wat heeft u vandaag gedaan? Ik ben vandaag aanwezig geweest als expert bij dit congres over duurzaamheid bij scholen. En een aantal groepen leerlingen hebben hun idee over duurzaamheid gepresenteerd. En toegelicht wat voor winst dit op zou leveren voor mens en maatschappij en milieu.
vond u van de presentaties? Ik vond hele goede presentaties. De groepen hadden echt goed onderzoek gedaan naar waar de winst zou liggen. En er zijn zelfs een aantal groepen die ook echt gewoon de boer op zijn gegaan met hun idee om na te gaan of het ook echt zou gaan werken. En ik vond het echt heel erg leuk om te zien hoe het is gegaan. Is er ook een bepaalde presentatie die uw voorkeur heeft? Ja, moet ik even kijken. Even terugkijken. Ja, ik vond die oplossing van de Fast Ferry vond ik wel erg leuk. Ze waren echt bezig geweest om mensen te vragen of die echt de Fast Ferry wilden gaan gebruiken. En ze hebben op alle punten nagedacht over hoe zij duurzaamheid in hun onderwerp konden inbouwen. Want het zou een fileprobleem oplossen. Die steigers zullen duurzaam gebouwd worden. Het levert werkgelegenheid op. En ik vond het echt een heel complete oplossing voor een probleem. Ik ben Sandra de Haan, werkzaam bij Sport en Recreatieafdeling Natuur en Milieu. En ik werk dan voor het voortgezet onderwijs. Wat is je rol vandaag? Eigenlijk was ik een beetje manesje van alles. Ik heb met andere collega's ook uit de regio, niet alleen van Rotterdam, deze dag georganiseerd. En er was in deze zaal een workshopvoorzitter uitgevallen, dus daar ben ik even ingesprongen. Oké, en is het allemaal bevallen? Ja, ik kan natuurlijk alleen maar ja zeggen. Ik heb net 5 presentaties van leerlingen gezien en die zijn wat mij betreft heel goed bevallen. Het waren hele leuke, goed uitgewerkte ideeën. Dus wat mij betreft is dat heel erg geslaagd. Is er ook één die uw voorkeur heeft? Wat ik zo goed vond aan de groep die onderzoek deed naar een alternatief voor de Algebrabrug. Die brug. Waar zoveel files staan. Die hebben ook echt gekeken naar of ze een nieuwe oplossing hebben gevonden. Dus die hebben niet alleen onderzoek gedaan naar wat oplossingen zouden kunnen zijn. Maar ook echt wat innovatief en nieuw is geweest. Dat vond ik in ieder geval heel leuk van hun. En verder was ik van de groepen van Charles de Foucault, MAVO, onder de indruk van de kostenanalyse. Oké, hartstikke mooi. Heeft de dag verder nog iets voor ons in petto? We gaan zo dadelijk terug naar de ruimte van Your World, Your Space. En daar gaan we de boel afsluiten onder het genot van een hapje en een drankje. En dan worden ook de oorkondes aan de leerlingen uitgereikt die aan dit project hebben meegedaan. Oké, klinkt goed. Dank u wel. Heel graag gedaan.
Nou, dat was hartstikke tof. Hele goede presentaties. Verrassend innovatief en creatief. Ik hoop dat dit echt tot uitwerking komt. En ik zie u graag de volgende week. Het gaat niet goed. Ken je lieve Liesje uit de Lindenstraat, die op zondagmiddag altijd naar de opa gaat. Opa vertelt Liesje verhalen over vroeger, over de dingen die gebeurden in de hele wereld, over de stormen die steeds harder begonnen te razen, die mensen, auto's en koeien van hun plek blazen. Opa heeft nog foto's van hoe het vroeger was, toen de winter nog de winter niet de zomer was. Opa gooide toen nog sneeuwballen in december, nu vallen de blaadjes van de bomen in de lente. En de hele wereld lijkt op zijn kop te staan. Witte stranden heten nu opeens de oceaan. En opa weet nog hoe het was in het ver verleden, toen de mensen klik de lichten uitdeden. 5 minuten was het donker in het hele land. Nou bijna dan, niet iedereen gebruikte zijn verstand. Als we iets aan de aarde geeft, als het iets is wat jou beweegt. De mensen wisten wat ze moesten doen, maar ze deden het niet, want ze zijn eigenwijs. Ze geloven wat ze zien, ze willen het bewijs. Kijk Liesje, dit is sneeuw en dit noemden we ijs. Op het topje van de wereld lag een heleboel, maar nu is het gesmolten, de wereld werd te warm. Sommigen die zagen het en anderen bleven kalm. Verdienden centjes met de wereld in hun handpalm. Kijk, de mensen willen graag een lekker luxe leven, waren bereid de hele wereld daarvoor op te geven. Hoe meer energie, hoe meer overstromingen, water uit de hemel vulde straten en de woningen. Op de tv zag je de rampen in de wereld delen, wanneer het water weer buiten zijn oevers was getreden. Het heden heeft nu een stempel van het verleden. En Liesje moet zich in de zomer op de regen kleden. Iedereen wist wat het was, van de opwarming, het effect van een broeikas. Ze wisten dat het heftiger en langer regende, wat de oorzaak was en ook wat het betekende. De mensen wisten van de spaarlamp en de windmolens, maar keken op hun platte schermen naar hun idolen. Nu zijn er geen winnaars en geen 11 stedentochten, alleen verliezers omdat we de natuur bevochten. En slimme mensen zochten, zagen de oplossing, maar niemand luisterde, iedereen huiverde. Ze dachten enkel en alleen naar wat ze zouden missen. Meer auto's, meer olie, meer dode vissen. Liesje kijkt naar de foto's en ze moet huilen. Ze zou het liefst haar fietsje voor een nieuwe wereld ruilen. Ze wil dat het verandert, maar ze weet niet hoe. En daarom gaat ze elke zondag naar de opa toe. Als er iets van de aarde geeft, als het iets is wat jou